Als jij klaar. En zo heeft iedereen dus zijn of haar eigen redenen om er tussenuit te peren. Deze brommerrijders krijgen allebei een stopteken voor het rijden zonder helm. Mark! De ene stopt netjes, en dat is verstandig. De bekeuring voor het rijden zonder helm is slechts 90 gulden, dus waar praten we nog over? Opschrijven en klaar. Maar de andere scooterrijder denkt slim te zijn, en die gaat er vandoor. En dat is heel begrijpelijk, want met zo'n smal scootertje kun je door hekjes waar zo'n grote politiemotor in blijft steken. En als je precies weet waar die hekjes staan, dan is het eigenlijk heel simpel. Je rijdt naar het hekje toe en geeft de politiemotor het nakijken. Haha, ja. Niet dus. Nee, er hangt nog steeds heel veel af van de bestuurder. Nu wordt het lastig, want met hoge snelheid door zo'n wijk rijden brengt veel gevaar met zich mee. De motorrijder is zich daar kennelijk meer van bewust dan de jonge bestuurder voor hem. Op verantwoorde wijze probeert onze motorrijder de jongens in beeld te houden. En dat kan door er gewoon heel hard achteraan te rijden of door even goed na te denken. Kijk, dat bedoelen we dus. Maar nog steeds niet stoppen, hè? De bestuurder kent de buurt op zijn duimpje en rijdt als een dwaas. Aan zijn rijstijl is te zien dat de jongen absoluut niet van plan is te stoppen, terwijl hij nu toch door had kunnen hebben dat hij de motorrijder niet kwijtraakt. Toch maar weer eens even zo'n hekje proberen, maar dat hielp dus niet, dat wisten we al. En ook de tweede keer komt de politiemotor er prima tussendoor. Als het dan met hoge snelheid tussen de spelende kinderen doorgaat, vindt de politieman het genoeg. Niet goed schrik stoppen, dan maar kwaad schriks. Met een gerichte trap wordt de scooter uit balans gebracht en de bestuurder daarmee ook. Stoppen! 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 Nu stoppen! Motor afzetten! Ja. Eén sleutel hier. Dit is precies in de tuin van nummer 14. De jeugd doet het stopteken nog even na en heeft dus blijkbaar meteen zelf ook een les geleerd. De partijen praten nog even in alle rust na. Als je op een gegeven moment politie naast je komt rijden of zo, dan heb je gewoon een gevoel dat je... Wat voor gevoel? Ja, ik ben al gepakt vandaag, maar ik heb geen zin meer om nog een keer te moeten Oh, je moest eens weten waar wij soms geen zin in hadden. Mensen bij elkaar vegen. Dat klopt. Ja. Daar hebben wij gezin in, daarom proberen we dat zo strak op te zetten. Ik zou ook wel trillend op mijn scootertje zat.